Word jij de nieuwe Nederlands kampioen hockeytechniek? De eerste selectieronde was bij hockeyclub Union in Nijmegen, waar jongens en meisjes tussen de 8 en 13 jaar naartoe zijn gekomen om hun kunsten te vertonen. Nou, wij zijn op zoek naar het meest technische hockeytalent van Nederland. Dus we houden in totaal 30 clubs houden we voorrondes. En daar komen tussen de 100 en 120 kinderen per club, die komen daar naartoe. En die strijden om een finale plek. En die finale die zal gehouden worden tijdens het WK Hockey in Den Haag. Wat heb je allemaal gedaan vandaag? Ik heb daar trucjes gedaan. En we moesten op tijd ballen in zo'n bak gooien en zo. Ja, dat was wel leuk. Ik heb al heel veel clinics en activiteiten meegedaan van hockey, maar nog niet aan zo'n techniekdag. Vind ik wel heel leuk. We hebben de dag zo ingericht dat het een hele leuke hockeydag is voor iedereen. Dus het is niet alleen maar voor de supertalenten, of wat dat dan ook mag zijn. Maar het is echt, we hebben gewoon een programma wat voor iedereen leuk is. Tuurlijk zit er een competitieelement in. Maar ik weet zeker dat aan het einde van de dag de kinderen die niet hebben gewonnen ook met een heel leuk en goed gevoel naar huis gaan. De voorrondes zijn verspreid over het hele land. Van Rijswijk tot Leeuwarden en van Eindhoven tot Zeewolde. Het doel van het Rabo NK Hockeytechniek is een leerzame en vooral leuke dag. Kinderen vinden het hartstikke leuk om alleen met bal en stick lekker te trucken. Wij vinden dat daar eigenlijk te weinig ruimte voor is in de reguliere training. Vandaar de hockeyschool Panache die dat aanbiedt voor kinderen. En vanuit daar ook het NK Hockeytechniek, zodat kinderen lekker alleen kunnen laten zien wat ze met bal en stick kunnen. Hoe leuk vind jij het om hier mee te doen vandaag? Heel leuk, ik doe het eigenlijk zeg maar elk jaar wel als het komt. En waarom is het zo leuk? Gewoon om de hele dag te hockeyen vind ik heel leuk. En veel kinderen uit mijn team doen ook mee, dus dat is wel gezellig. Het was best leuk, maar ook een beetje moeilijk. Dit jaar is er iets toegevoegd aan het programma. De Rabo Skills Challenges. Instructiefilmpjes op internet waarin bepaalde oefeningen voorgedaan worden door hockeyhelden Robert Kemperman en Ellen Hoog. Zo konden de kinderen dus vooraf verschillende trucs oefenen. We vroegen vanochtend aan de kinderen voordat ze begonnen, joh, hebben jullie al geoefend? Nou, er gingen heel veel vingers de lucht in. En we zien ook aan de aantallen op YouTube dat de filmpjes heel goed worden bekeken. Dus dat is echt wel een succes, ja. Heb je veel geleerd van de filmpjes? Nou, hoe je moest liften, laten we zeggen, hoe je hem terug moet slepen en dan omhoog moet wippen. En hoe je je stick vast moet houden als je met de backhand moet slaan. En nog veel meer. 120 kinderen die door de selectie zijn gekomen strijden dus tijdens de grote finale voor de titel Nederlands kampioen. En dat gebeurt tijdens het WK Hockey in Den Haag, waar ook nog een leuke verrassing op de winnaars wacht. Alle finalisten die gaan gezamenlijk na de finale naar een wedstrijd van het Nederlands elftal. Dus ik denk dat voor velen toch wel echt wel een hele, hele goede motivatie is. Denk je dat je erbij zit bij de winnaars? Nee, maar dat maakt me niet uit. Doe ook mee aan een van de selectierondes en misschien word jij wel de nieuwe Nederlands kampioen hockeytechniek.